met een bus langs de deuren en hopen dat je wat ophaalt. Zo simpel is het nou ook weer niet. Er zit een hele organisatie aan vast. Allemaal vrijwilligerswerk uiteraard. Ik ben dan de collectecoördinator voor Berkel en Rode Reis. En wat ik dan ieder jaar moet doen is alle collectanten benaderen of ze dit jaar weer willen helpen met collecteren. Alle collectanten materialen uitdelen en zorgen dat het weer bij mij terugkomt en dat het geld gestort wordt bij de bank. Jaren geleden zag ik een advertentie in de Heroud staan dat er collectanten gezocht werden voor de Hersenstichting. En omdat mijn opa een broer dat gehad en ik zag hoeveel effect dat heeft op hem en op familie, zeg maar, dacht ik van nou, ik ga daar iets voor doen, dat is goed, dat zag ik wel zitten. Hoe werkt het? Je krijgt een stratenplan en dan? Nou ja, we krijgen niks. Dat moeten we allemaal zelf uitvogelen. Dus ik heb op een gegeven moment een grote kaart van Berkel gepakt en opgedeeld in wijken. Dat voor mezelf ook overzichtelijk was. En die wijken deel je weer op in een aantal straten. En dan kijk je van goh, hoeveel huizen, hoeveel voordeuren zijn er bij iedere straat. Dat het een beetje behapbaar is. Dat mensen niet 6 uur aan het lopen zijn om het af te krijgen. Maar dat het of een avond of 2 avonden net wat iemand leuk vindt om te doen. Nou, gelukkig heel veel vriendelijke mensen die gewoon gelijk even wat gaan halen voor je. Soms krijg je wel eens een stroopwafel of gewoon iets liefs, leuk gebaar. Ook wel veel mensen die niet eens open doen. Dat is wel naar, want dan sta je in de kou. Je staat eigenlijk niet voor jezelf. En ja, vindt dan niet zo netjes als ze in ieder geval niet even aan de deur komen. En ja, veel mensen hebben ook geen klein geld meer in huis. Dat is ook wel lastig. Dan zijn ze wel willend, maar ja, kunnen ze niet. En denk ik van, oh, dat is een gemiste kans. Dus daar hebben we op een gegeven moment wel van die sms-kaartjes voor. Dat mensen toch een sms'je kunnen sturen en op die manier kunnen doneren. En je moet natuurlijk een vergunning hebben aan te vragen bij de gemeente. Er zijn eigenlijk 2 soorten vergunningen. Want we hebben allereerst eigenlijk landelijke collectes. En daar wordt een landelijk collectenrooster voor opgesteld. Dus daar worden ook niet elk jaar weer nieuwe vergunningen voor afgegeven. Want die collectes worden op hetzelfde moment in het hele land georganiseerd. Die hebben eigenlijk een doorlopende vergunning. En dan krijgen we gewoon een collecterooster van in welke week welke organisatie zijn collecte mag lopen. Daarnaast heb je dan een aantal collectevrije periodes in dat rooster. En daar mogen lokaal vergunningen voor worden afgegeven. Dus voor lokale collectes, voor lokale doelen, zoals bijvoorbeeld voor onze oranje verenigingen. De organisatie die een vergunning aanvraagt, dat moet wel een geregistreerde organisatie zijn. Die ook statuten heeft, zodat er ook wel getoetst kan worden of er inderdaad met die collecte geld wordt opgehaald wat bedoeld is voor de organisatie in onze gemeente. En ze moeten ook achteraf wel verantwoording afleggen over wat ze met de gelden doen. We kunnen altijd wel mensen gebruiken. We hebben nog zoveel straten die niet gelopen worden of wijken waar we nog geen wijkhoofd hebben. We kunnen altijd mensen gebruiken. Als je interesse hebt, kijk op de website van de Hersenstichting en volg het goede voorbeeld.